vervelend. Ja, wat denk je van mij? Ja, sorry, maar die schoonmakers die moeten die vuilniszak wel in de containers gooien. Arbo. Hier niet. Wacht. Spijtig dat je met je hoofd tegen die deur liep. Oh ja, ik kan dan moeilijk de hele dag voor je open houden natuurlijk. Ja, maar je zou hem ook vast kunnen zetten met een haakje of zo. Plus ziet er ook zo niet uit. Ja. Hi. Wat kom je doen? Kim vliegt morgen naar Amerika. Je moet haar echt tegenhouden. Wat? Waar heb je het over? Kim vliegt morgen naar Amerika. Ja hoor. En ik ben eigenlijk een man. Dat dacht ik al. Kijk hier maar. Waarom zou ik dit verzinnen? Waarom zou ze naar Amerika gaan? Omdat ze daar een kindje kan verkopen. Weet je, in Amerika krijg je echt 50 mil voor een kindje met een Amerikaans paspoort. Wat denk je? Kan ik zo op straat? Hey. Wat nodig? We zijn gesloten vanavond. Oh, ik blijf hier alleen nog even op Kim wachten. Dan weet je ja, die hoer wil ik hier dus sowieso... Wow. Ik had hier afgesproken. Oh, ja, ik weet ervan. Kan ik je jas alvast aannemen? Ja. Uw jas, sorry. Heeft ze de hele tent afgehuurd? Loop even mee. Heeft hij jou ook ingehuurd? Vriendendienst hoor, niks bijzonders. Ken je Luca? Ik sta. Ja, tuur. Wijntje? Graag. Hoe dan? Ben jij je geheugen kwijtgeraakt tijdens die narcose? Alsjeblieft. Hoezo Esmee inlichten? Nu weet heel Amsterdam het. Oh, dit is alleen maar bezorgdheid, hoor. Ik wil dat je hem de tas gaat pakken. Hij ligt onder mijn bed. Ik ga naar het toilet. En als ik terug ben, dan ben je weg hier. En dit hier al helemaal, ja? Als je me ooit nog wil zien, dan doe je het, hoor. En jij dan? Ik wil een taxi. Dan kan ik meteen door naar Schiphol. Joes? Joes? Ach, je moet me echt helpen. Kim pakt straks het vliegtuig naar Amerika. Ja, enkeltje hoop ik. Zodat ze daar die baby kan verkopen. Jij moet ze een lift geven naar Schiphol, zodat ze de vlucht mist. Erg niet. Weet je gek of... Alsjeblieft. Jij wilt toch ook niet dat ze die baby verkoopt? Nou, wat levert het op? Ik heb geen geld. Wie heeft het over geld, hè? We zijn ook allemaal hetzelfde, hè? Zo goed? Ik ging met jouw koffer halen. En ik heb je zojuist 50 euro bespaard, want Jozef gaat je een lift geven naar Schiphol. Toch, Joes? Ja. Weet je het heel zeker? Doe je voorzichtig. En meteen bellen als je er bent, oké? Ja. Bedankt voor alles, hè. Is dit je tas? Ja. Zo. Schiphol? Staan ze er weg? Eerst maar naar de ring en dan de borden volgen. Ja, waar is de ring dan? Ja, jezus hoor. Anders bel ik wel gewoon een... Au. Gaat-ie? Ja, prima. Kom. Kim, mag je wel vliegen met zo'n dikke buik? Hou je kop, Joes. Kom, we gaan.